Het leek vanochtend mee te vallen op de weg, totdat het begon te ijzelen. Tientallen ongelukken waren het gevolg. Brabant werd verrast door spekgladde wegen. Het KNMI had vanwege de ijzel code oranje afgegeven. Daardoor ging de maximumsnelheid op de Brabantse snelwegen omlaag. Overigens geldt de weerswaarschuwing nog steeds. Op het spoor ging het vanochtend redelijk goed. Wel heeft de NS vanwege de sneeuw minder treinen laten rijden. Reizigers op het station in Den Bosch zeiden weinig last te hebben van het winterweer. En vooral in West-Brabant zorgde de ijzel voor problemen. Bij de bergingsbedrijven is het gigantisch druk. Rondom Eindhoven is één grote chaos. Bij het bergingsbedrijf van Eik in Hulte staat de telefoon al de hele dag roodgloeiend. Vooral tijdens de ochtendspits regende het schademeldingen. Uitzonderlijk veel schades, vooral op de knooppunten rond Eindhoven. Knooppunten Breda-Zuid bij Annebos, heel veel schades gehad. Allemaal in de lussen en op- en afritten. Voor zover bekend bleef de ellende beperkt tot blikschade. Persoonlijke ongelukken bleven uit. Ja, mensen schieten van links naar rechts en ze letten gewoon niet op. Het is veel gladder als we mensen verwachten. Mensen laten zich toch verrassen. Ja, absoluut. Mensen denken dat ze winterbanden hebben en alles elektronisch, dat ze alles kunnen. Maar ja, ook dan moet je je aanpassen. Wat verwacht je van de avondspits? Rustiger. Stuk rustiger, echt. Want als voorbereid, als er niks valt, dan is het gewoon gestrooid. Is het gewoon echt goed te doen. Tot nu toe kunnen de bergingsbedrijven de drukte nog goed aan. Een stiekem video is dit wel leuk, hè? Ja, natuurlijk. Zulke dagen is leuker als een regenachtige dag waar je alleen maar starthulpje staat te doen. Nee, maar dat werkt ook lekker ook. Echt gewoon volop in de meldingen en dan is het gewoon druk en dan gaat de dag ook snel. Helemaal goed. En nog meer sneeuw leidt, want een vrouw uit Kaatsheuvel is vanochtend door haar buurman het ziekenhuis ingeslagen met een sneeuwschep. De twee kregen ruzie toen de man vond dat zijn vrouw sneeuw op zijn erf gooide. Ze is met een snee in haar gezicht naar het ziekenhuis gebracht. De buurman is aangehouden.